Vandaag zijn we in de AFAS Live en dat is niet zomaar. We gaan namelijk de grote show opnemen. Over één dagje kan je die zien op Zep. Vandaag gaan we je alvast meenemen backstage. Dit keer gaan de kinderen uit het koor je meenemen in die vlog. Zodat Olivier en ik ons nog even kunnen voorbereiden op de grote show. Nou, Raisa, we willen je graag vervangen. We zijn net aangekomen in AFAS en we zijn helemaal klaar voor kleding en haar. Linde, heb je er een beetje zin in? Ja, superveel. En vind je het ook een beetje spannend? Ja, een klein beetje, maar dat zijn wel gezonde zenuwen. Heb je ook een favoriete liedje dat je gaat doen? Ja, carnaval. Hoogbegaafde en achtbaan. Nou, de haren zijn hier klaar en dan gaan we nu kijken hoe het met de kleding is. Dat gaat Sofie aan jullie laten zien. Let's go! Ja, Navi, dat ga ik doen. Keanu, wat heb je eigenlijk aan? Een paar jasje, een shirt van Rolling Stones, een blauwe broek en rode schoenen. Is dit jouw outfit voor de show? Nee, dat zit hieronder, dan wordt hij niet vies. Nou, dat waren onze outfits. Maar er lopen hier ook kinderen met gekleurde overalls. Wie zijn dat eigenlijk? Nou, wij zijn de dansers van de show. En zijn er nog spanningen? Doe je nog iets bijzonders of zo? Nou, ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar als je de dansjes goed oefent, denk ik dat het wel goed komt. We gaan nog heel veel warming-up laten zien. 5, 6, 7, 8. Offline, offline. Hoe het met mijn zenuwen gaat, ja, het is meestal als we gaan omkleden en voor de show, dan heb ik nog niet echt zenuwen. Maar als je dan daar staat en de opening is al begonnen en dan kom jij, ja, dan komt wel alles, ja, alle kriebels komen dan wel op. Heb je zin in de generale? Ja, misschien wel een beetje spannend. Wat vind je spannend? Er zitten best wel veel mensen in het publiek, dus dat is ook best wel spannend. Nou, laat de generale maar beginnen. Jolien, hoe ging de generale voor jou? Waren er nog verbeterpunten? Het ging best wel goed. Ik vond het zingen goed gaan, ik vond het dansen goed gaan en het was heel erg leuk. Ja, het begin vinden wij eigenlijk wel het spannendst. Want dan ben je echt als eerste aan het zingen. En ik moet op 2 blokken staan en dat is heel wiebelig. Dus ik ben bang dat ik er afval. We moeten 3-stemmig zingen en dat is best wel lastig. Ja, het is lastig want ze gaan allemaal door elkaar. Dus ja, dan moet je goed concentreren. De generale ging dus goed en het is bijna showtime. Zouden er al mensen in de zaal zitten? Op dit moment is de zaal nog leeg, maar als de zaal straks helemaal vol is, dan ga ik ze even lekker opwarmen. Want we zijn bij Kinderen voor Kinderen thuis en in het grote huis wordt iedere dag heel veel gezongen en gedanst. En daarvoor moet je goed... Kom, we moeten, de zaal gaat zo open. Oh, we moeten, de laatste dingen zijn klaar, we gaan. Doei! Generale repetitie ging wel goed. Ik was wel 1 keer gevallen van een blok af. Maar ik heb een klein beetje spanning, maar niet heel erg. Mijn favoriete stukje uit de show is denk ik dat we met alle blokken gaan dansen. Want dat vind ik echt super cool. En het eind, want dan komt er allemaal confetti. Ja, ik heb er super veel zin in en we gaan het rocken. Hier bij mij thuis valt er zoveel te beleven. Hier bij mij thuis.